Hallo, ik ben Annette Klerk van KWF Kankerbestrijding Land van Kuik. KWF Kankerbestrijding Land van Kuik heeft een actieve groep vrijwilligers die buiten de normale reguliere collecte, dus de landelijke collecte die huis aan huis gaat, ook andere acties organiseert. Om die reden sta ik nu in deze mooie, prachtige kerk in Beers om u uit te nodigen voor zondag 11 december vanaf 14:30 tot 17:00 om een gezellige middag te beleven, welke in teken staat van kunst en klank. Geheel belangeloos hebben diverse makers kunstwerken gemaakt die wij die middag mogen verkopen. Met trots durven wij te zeggen dat wij een bijzondere collectie kunst die middag mogen verkopen. De namen van de makers zijn Germaine Nibbering, Mieke de Ruiter, Anja Jacobs Loeven, John van Schipstal, Lisette de Haan, Joke Kepser, Winnie Jacobs, Truus van de Goor, Regie van der Laan, Antoine Rozenboom, Suneva de Haan. Nou, ik ben ongelooflijk blij en trots erop dat we binnenkort het evenement van het KWF mogen huisvesten in deze prachtig gerenoveerde en opnieuw in gebruik genomen kerk in Beers. Maar volgende week kan uw evenement hier zijn. Een congres, een vergadering, een bruiloft of misschien wel een private dining. Daag ons uit om uw ideeën te verwezenlijken in deze prachtige omgeving. En hier gaat het op 11 december gebeuren. Een prachtige lijst met artiesten hebben we voor u. Wat te denken van Emma Loeven, Merel, Ingrid Heil, Creation, Special Music en Gertie en Gerita. Tussendoor zal veilingmeester Henk Roelofs de kunst bij opbod verkopen. En daarom wil ik jullie allemaal uitnodigen om die zondag 11 december hier aanwezig te zijn voor die gezellige middag. En wat ik vergeet te zeggen, de kerk is om 1 uur open om in ieder geval was een beetje sfeer te proeven. Kom allemaal! Wat ik vergeten ben te zeggen en wat heel erg belangrijk is, is dat de entreegelden en de opbrengst van de kunstwerken 100% voor het KWF Kankerbestrijding.